De Palmentuin Wakapassi Craft & More, een project geïnitieerd door de First Lady van de Republiek Suriname, Ingrid Bouterse-Waldering, wordt binnenkort opgeleverd. Op vrijdag 19 juli 2019 heeft de presidentsvrouw in hoogst eigen persoon een rondleiding gegeven aan de geselecteerde standhouders die in de cabanas hun waar aan de man zullen brengen. Welkom hier op onze Palmentuin Wakapassi. Ik heb gevraagd dat jullie vandaag hier zijn, omdat natuurlijk, we zijn nog niet ready, maar dat jullie kunnen kijken naar de ruimtes. Want misschien moeten jullie spullen aanschaffen om je ruimte ready te maken. En we willen jullie een rondleiding geven, zodat jullie zien wat het is, hoe het eruit ziet. Jullie gaan de huisregels krijgen, jullie gaan alles krijgen hoe het moet en hoe het niet moet. Wat we van jullie verwachten, want één ding, willen we mensen aantrekken, moeten we zorgen dat hier netjes blijft. Toeristen houden van mooie dingen. Daarom ga ik ook aan jullie vragen, als jullie hier zijn, jullie zien, raap het op, zet het weg. Want het gaat jullie ten goede komen. Mensen gaan hier komen als ze weten van hé, hier een leuke plek, een nette plek, toch? Maar als we vies zijn, alles ligt hier en daar, dan denk ik niet dat ze gaan komen. Een heleboel dingen moeten nog afgerond worden. Meneer Dubé is bezig, want er komt zeker een reling. Dus niemand hoeft me te vragen, komt er een reling? Er komt over de hele lengte een reling, want we moeten natuurlijk, het moet veilig zijn voor onze kinderen. Dat is wat we willen. Maar ik denk dat we aan de voorkant kunnen beginnen, zodat jullie kunnen zien hoe een hut eruit ziet. En dan gaan we verder, dan gaan we daaronder even staan, zodat we even de huisregels met jullie kunnen doornemen. Zullen we even naar daar gaan? Welkom allemaal. De First Lady heeft jullie al een hele mooie rondleiding gegeven. Lekker warm, lekker mooi weer. Ja. Jullie hebben het gezien. De vragen die jullie allemaal hebben gesteld. De meeste, ik heb jullie bijna allemaal, of allemaal zelf geïnterviewd. Dus vele dingen heb ik al doorgegeven. Maar we gaan wat nadruk leggen op bepaalde zaken. Jullie zijn sowieso de geselecteerden die in aanmerking komen voor de cabanas, de deelcabanas. En zoals jullie weten, ik heb het ook aangegeven, we hadden meer dan 100 aanvragen. Niet iedereen kunnen we accommoderen. Sommige mensen wouden hele cabanas, maar dat kan niet, omdat er een veel te grote vraag is. De First Lady heeft het zelfs ook aangekaart. Maar we moeten elkaar helpen, zodat we dan een grote variëteit, toch een grote variëteit van de producten van Suriname kunnen weergeven aan de toeristen, maar ook aan onze eigen mensen. De geplande opening is gesteld op woensdag 7 augustus. Het tijdstip kan variëren. We plannen voor 10 uur, 11 uur, dus het kan tussen 10 en 11 zijn, maar daarover krijgen jullie nog de verdere instructies. Zoals jullie hebben gezien, de mensen zijn hard bezig te werken om te finaliseren. Elk begin, ik wil het ook nogmaals de nadruk daarop leggen. Elk begin heeft kinderziektes. We vragen jullie medewerking om ons ook daarbij bij te staan en te ondersteunen. Want het is ook een plek waar jullie gaan vertoeven. Dus ook geduld daarmee. We zijn bereid aan te horen en dingen die we zelf opmerken om dat allemaal in de toekomst weg te werken. Maar we moeten open gaan. Het is een mooie periode. 9 augustus is dag der inheemse ervoor. Maakt het alleen maar nog mooier om samenlijk met de activiteiten die normaliter ontplooid worden in de Palmentuin, om dan een doorstroming te hebben naar de Wakapassi. Verder, de mensen, de First Lady heeft het zo net ook aangekaart, ik leg er weer nadruk op. De mensen die hebben aangegeven, die wat apparatuur gaan hebben in hun cabanas. Denk ik aan de mensen die drank, die ijsjes, et cetera gaan verkopen. Die mensen, daar komt er een extra bedrag wordt aan toegevoegd. Want stroomverbruik zal dan natuurlijk hoger zijn voor hun. Schoonmaak van het gebied. De First Lady heeft er erg veel nadruk op gelegd dat het hygiënisch moet zijn, een aantrekkelijke plek, een mooie plek, een schone plek.
prullen. Niet als je, ze heeft het zelfs aangehaald. Als je iets ziet, we verwachten van jullie dat binnen een straal van ongeveer 5 meter jullie zelf voor de schoonmaak moeten zorgen, onderhoud daarvan. Want dat is aantrekkelijk voor jouw eigen cabana om de mensen ook aan te trekken. Want als de mensen zien dat daar vies is, rommel is, gaan ze niet willen komen daar, gaan ze het overslaan. Dus dat is ook voor jullie een eigen inbreng van jullie om ook zo de sales te kunnen verhogen en de mensen meer aan te trekken. Dan gaan we even naar de toilettengroepen. Jullie hebben het gezien. Ik denk niet dat er ergens nog zo'n mooie toilettengroep is opgezet als hier. Met zorg opgezet. Dus de first lady heeft echt nadruk erop gelegd. En haar betrokkenheid daarbij is persoonlijk. Dat hebben jullie zelf gemerkt. Er gaat een toiletdame zijn, maar er gaat betaald moeten worden. Er is onderhoud, dingen, schoonmaakmiddelen kosten geld, toiletpapier, noem maar op. Alles dat nodig is binnen een toilettengroep moeten we hebben om de toeristen, om de gasten, de Surinamers zelf, de kinderen, het zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat ze ook naar een net toilet kunnen gaan. En de first lady gaf het ook aan, de aannemer die via het ministerie van OWNV hier de werkzaamheden verricht, heeft de first lady aangegeven dat hij een toilettengroep wil doneren. En hij heeft er gezegd, je mag aangeven waar. Ze heeft hier de Palmetuin, de toilettengroep van de Palmetuin aangegeven. Als jullie straks misschien langslopen, zullen jullie zien dat ze al volop bezig zijn. Die oude is helemaal opgeruimd. Dus het is een hele nieuwe toilettengroep. Misschien de mensen die van deze kant, dit gedeelte, het eerste gedeelte van de Wakapassi kunnen gebruik maken dan van de toilettengroep van de Palmetuin. Dat andere deel van die dicht bij de beheerderswoning. Een beheerderswoning hebben jullie zelf ook al gezien. Er gaat een beheerder zijn, het is een mevrouw. Tegen de tijd gaan we kennis maken, gaan jullie kennis met haar maken. Zij zal hier haar werktijden doorbrengen in het kantoor. En alle zaken die jullie zouden willen bespreken, et cetera, ook de financiën en zo. En onduidelijkheid, anything kunnen jullie met haar bespreken. Er is een hele lieve mevrouw die heeft aangeboden om een training te verzorgen voor zij die geïnteresseerd zijn. Ik zou iedereen adviseren mee te doen daaraan. Ze is hier zelf, mevrouw Astrid Bainatsa. Zij is dan zien jullie haar gelijk. We gaan nog de verdere afspraken met haar maken over de dagen en de tijden. Dan gaan we de trainingen in groepen verzorgen, want we kunnen niet iedereen tegelijk accommoderen. Dus we gaan de trainingsdagen en tijden nog aan jullie doorgeven. Maar dat gaat zijn om jullie... misschien kan ze een beetje heel kort, mevrouw Astrid, vertellen wat... Op de eerste plaats ben ik Astrid. Voor iedereen, welkom iedereen. Ik woon niet in Suriname al meer dan 35 jaar. Maar toen ik van het project hoorde, dacht ik moet mijn ondersteuning komen bieden. Ik moet mijn kennis overdragen. Ik zit zelf helemaal in Azië, in Thailand. En ik heb daar ondernemers die ik met van het platteland op de rails gezet heb, met kleine businesses op straat, dat ze nu vandaag ook groot zijn. Dus waarom zou ik mijn eigen kundremangs niet helpen in dat streven? Ik ben bekend met het streven van de First Lady van het Wakapassi-project. Dus we gaan de handen in elkaar slaan. Awis migwe bolanga, mami sabasem nan tongo breed. Dus we brokken op chinsen en chimoni en biggie money, dat we elkaar begrijpen. Een klein leuk rollenspelletje, want het is de bedoeling dat alles gaat tegenwoordig op social media. Als je scheet laat, komt het op social media. Maar het is een prestigeproject en het is net wat de First Lady gezegd heeft. Ze staat ermee op, ze gaat ermee naar bed. Dus we gaan daarmee in ons streven proberen een bijdrage te leveren. Details krijgen jullie allemaal. We gaan de zaak in 2 groepen verdelen. En ik zou zeggen, in de trainingen, uspiet kom. Nou, de training houdt eigenlijk 3 dingen in. Minelop langa beretori. De motivatie om mee te doen aan het project. Uw productgroep, wat u gaat verkopen. Waarmee u de consument gaat proberen te triggeren. En afhankelijk van uw productgroep ga ik inspelen van hoe kunnen we het beste in de markt zetten. Hoe gaan we het voor met name de toeristen benaderen? We zijn hier in een uitgaanscentrum met enorm grote hotels.
Dit is een prestige kwestie, dit is een paradepaardje. Dus we willen ook dat u de toerist met name, zoals wij dat in het buitenland zeggen, in een warm bedje neerleggen als ze in de Palmetuin komen. Dit is Suriname, Sranasani, Wisani. En dit is wat wij bieden. We moeten allemaal fier en trots zijn voor de producten die we hebben. Handnijverheid, lekker, klederdrachten, make-up, noem maar op. Ik ga u daarbij helpen om het op de juiste manier te presenteren. Dat we kunnen knallen met z'n allen. Ik wens u allemaal heel veel succes. Mag ik even? Kijk, wat ze wil zeggen is, kijk, als we een product hebben, mensen hebben verkopen krapa-olie. Of olies komen uit het binnenland. Allemaal hebben dezelfde etiket, maar allemaal drie kleuren. We moeten professionals worden. We moeten gaan schrijven in Nederlands en Engels. En we willen jullie ook helpen om het misschien in Engels te vertalen. Frans, mijn oma, je hebt een tak Frans. Maar bijvoorbeeld, wat erin zit, waarvoor het goed is. De toerist wil weten. Want gewoon krapa-olie. Maar wat, waarvoor moet ik krapa-olie? Ze willen weten waarvoor ze het kunnen gebruiken. Al zetten we het voorlopig op een papiertje wanneer ze het kopen. Geef het af. Leg ze uit. Dat is belangrijk. Dus dat soort dingen willen. Ik ga jullie ook per cabana, kijk, deze mensen gaan het niet nodig hebben. Want kijk, ze hebben een mooi t-shirt. Ik denk als we allemaal zo een beetje uniform gaan maken, we het ook nog professioneler. Wat ik ga voorstellen, dat ik per cabana ga ik jullie twee t-shirts geven. Ik begin, de rest moeten jullie zelf doen. Dan gaan we we gaan kleuren en jullie moeten gewoon zeggen welke kleur. En de maten dan doorgeven aan Chachette en dan gaan we het voor jullie bestellen. Gewoon dus die, hoe roep je deze t-shirtjes weer? Polo-shirtjes. Weet je, alleen dat, het is ook mooier en netter. Weet je? Dat ziet iedereen die hier komt gaat zeggen, ai, dat is echt toeristvriendelijk. En ik denk, terwijl we soms hier soms zitten, laat de hele dag lopen die mensen hier op dat ding al. Nu al, toeristen. Ze lopen van de ene kant naar de andere kant, ze boren nu hier. Dus de mensen gaan komen en ze gaan blijven komen als ze zien dat dingen netjes zijn. Dingen zijn geordend, daar houden wij van. Jullie ook, als jullie naar het buitenland gaan, waar kijken jullie naar? We zijn mooi, we zijn netjes. En dat gaat toeristen aantrekken. Dus daar gaan we voor. Ik wil jullie helpen. Net als wat ik al heb, de volgende fase is de overkant. Dat gaan we ook meenemen. Mensen, we gaan een heel mooi project hier starten, geloof me. Mag ik aansluiten met een kleine opmerking? Ja. Het is zo, en dat is wereldwijd zo, ondernemers zien elkaar altijd als concurrenten. Ja. Wij zijn geen concurrent. Laat dat ook duidelijk zijn voor iedereen. We zijn one big family. En als je ziet dat wat zijn lolobong bij de buren, even ziet dat wat zijn vernietig, even inspelen. We hebben elkaar nodig in dit leven. Samen kunnen we dit tot een succes maken. En daar ga ik ook op hameren. We zijn een deel van elkaar. Uw organisatie is ook een standhouder van de Wakapassi. Met welke producten zullen jullie op de Wakapassi staan? Wel, wij hebben diverse producten wat de inheemse maken. We zijn rijk aan, ik zeg altijd, we zijn rijk, maar wat doen we eigenlijk daarmee? Het bos hebben we en producten uit het bos kunnen we verkopen, zoals zaad, kralen, kettingen en dat soort dingen. En dat doen die vrouwen, maar ze hebben geen markt. Dus daar, vandaar dat we dan in de tijd ook de Palmetuin aangevraagd hebben van, om onze producten aan de man te brengen. Olie, krapa-olie, we werken met stichtingen zoals Triana van het Zuiden. We hebben ze benaderd, ook met de NGO's, zodat zij ook ons, want je moet geld hebben om die dingen naar hier, naar de stad te brengen. En we hebben dan de stichtende leden, nu gaan we dat ook doen. We zijn al begonnen om een herregistratie te doen, om de mensen in te zetten, zodat we dan ook een goed coördinatie hebben van de mensen. Wie zijn de vertegenwoordigers die in Paramaribo wonen van de dorpen?
uit het zuiden, uit het oosten, uit het westen. Dus met die hebben we dan gesproken en dat is goed gegaan. Directeur Sandy, de Wakapasi wordt binnenkort geopend. De First Lady heeft vandaag een rondleiding gegeven aan de toekomstige standhouders. Welke rol zal de Wakapasi hebben in de verdere cultuurontwikkeling van ons land? Dank u wel. We zijn heel blij dat we dit moment hebben bereikt. De cultuurontwikkeling, welke rol zal de Wakapasi hebben, vraagt u mij. Ik denk dat het een enorme boost gaat geven aan de cultuurontwikkeling. In Paramaribo in elk geval. De Wakapasi heet niet zomaar Palmetuin Wakapasi. Het staat paal naast de Palmetuin. Langs de Sommersdijkse Kreek gegraven, behorende tot ons werelderfgoed. Sommersdijkse Kreek is gegraven door tot slaafgemaakten toen de tijd, met de hand gegraven. De Palmetuin is tot stand gekomen ook in de geschiedenis, behoort ook tot ons werelderfgoed. Het grootste grafmonument van Paramaribo staat hier in de Palmetuin. Als je nou naast het erfgoed, dat behoort tot de geschiedenis, een bruisend, stralende Wakapasi krijgt waar het kraft, waar het cultuur verkocht zal worden. Kraft, kleding, bijouterieën, allemaal verkocht zullen worden. Daar kunnen wij alleen blij om zijn en zeggen dat het een enorme boost zal geven. Het zal heel veel stimulerend werken, niet alleen maar naar onze eigen ondernemers, maar onze eigen cultuurbeoefenaars. Onze kinderen vooral die hier in de Palmetuin al komen, dagelijks komen, zal het nog aantrekkelijk zijn, nog aantrekkelijker zijn om naast het pret en naast hun prettige belevenis in de Palmetuin, in de speeltuin, dat ze bij de Wakapasi ook hun cultuur kunnen beleven. En met welke producten zal u op de Wakapasi staan? Art en craft, verschillende producten. Zoals klededrachten, sieraden, aardwerk. En ja, we hebben heel veel om tentoon te stellen. Dus de Wakapasi is een heel productieve en echt iets goeds voor, eigenlijk voor ons die cultureel ingesteld zijn om onze producten eindelijk op een markt te zetten. Waar mensen gewoon naar een vaste plek kunnen lopen. Dat is heel bijzonder, heel goed voor ons. En wat vindt u ervan dat de First Lady met zo'n project is gekomen om met name de vrouwen die aan art en craft doen, tegemoet te komen om hun producten aan de man te brengen op een centrale plek? Nou, ik denk dat een klein stemmetje heeft gezegd, je moet ermee beginnen. En we zijn allemaal super blij met zo'n idee dat ze met de Cambanas is gekomen. En het is gewoon... Het is, je weet niet wat je eigenlijk, je hebt geen woorden voor, want het is eigenlijk je cultuur naar buiten brengen voor iedereen. Want Suriname wordt het toeristenland nummer 1. Dus laten wij bewijzen wat we hebben in huis om aan de buitenwereld te wijzen. De Wakapasi is een initiatief van de First Lady om met name vrouwen die zich bezighouden met art en craft tegemoet te komen om hun producten op een centrale plek te verkopen. Wat vindt u van dit idee van de First Lady? Prachtig. Geweldig. Want ik zit erin. Voor mij pa wilde ik al vandaag dansen. Weet je? Dat is... En wat wilt u zeggen aan de medestandhouders die samen met u hier, zeg maar uw collega's, wat wilt u aan hun zeggen over de periode dat jullie hier gaan verkopen? De plaats moet netjes blijven. We moeten niet veel gaan concurreren. Lief zijn tegenover elkaar, want dat maakt een grote groep. Liefde. Liefde moeten we voor elkaar hebben. Dat is het. Liefde. Als je dat hebt, is het perfect. En wat wilt u nog meer aan de First Lady zeggen over dit project? Ga zo door! First Lady, ga zo door.